We staan in Bergambacht, in de Waard, de nieuwe priklocatie voor de Krimpender Waard. Verantwoordelijk wethouder is Lavinia Sleeuwhoek en daarmee gaan we in gesprek. Lavinia, fijn dat je hier bent om een toelichting te geven op deze nieuwe locatie voor de Krimpender Waard. Wie heeft wie benaderd? De GGD heeft ons benaderd om te vertellen van er mag een priklocatie in de Krimpender Waard. En wij gaan op zoek naar een locatie. Dat was het eerste nieuws. En daarbij kwam al vrij snel de Waard als beste variant boven tafel. En de beste variant, zeg je. Waarom kwam dat zo boven tafel eigenlijk? De Krimpender Waard is natuurlijk redelijk groot. Bergambacht ligt het meest centraal. Het meest centraal ook voor het openbaar vervoer. Het meest centraal omdat er ook ruim parkeerplaats is voor de Waard. Het is een grote hal waar we gebruik van kunnen maken. De ventilatie is hier in huis erg goed. En al die aspecten brachten dat dit de beste locatie is. En de enige die voldoet aan de eisen voor de 50 mensen die hier straks en dadelijk komen te werken. Wanneer gaat het eerste vaccin gezet worden? Nou, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk, maar dat is afhankelijk, zoals Hugo de Jonge ook iedere keer zegt, van het aantal leveringen dat plaatsvindt. En we hopen natuurlijk dat het zo snel mogelijk is, maar de gok is dat het eind maart, begin april zal zijn dat we die eerste prikken hier kunnen zetten. Mochten er eerder vaccins geleverd worden, gaan we eerder aan de slag. En hoe lang maak je gebruik van deze locatie? We gaan gebruik maken tot en met augustus. Dan hopen we de meeste mensen geprikt te hebben, zeker wat betreft de GGD. Hopen we dan hier de meeste vaccins gezet te kunnen hebben en dat het daarna nog druppelsgewijs wellicht bij de huisarts de laatste priks. En dan gaan ze ook terug naar de grotere locaties. En welk vaccin wordt hier gezet? Is dat ook bekend? Ja, dat is bekend. Hier gaat de GGD prikken met Pfizer en Moderna. Eventueel kunnen de huisartsen, omdat er genoeg plek is, eventueel op het moment dat AstraZeneca er is, ook hier prikken gaan zetten. Toen die toestemming er was om deze locatie in te richten, toen verschenen er ook berichten in de krant. Dat kwam een beetje als een heel snel bericht naar iedereen toe. Want de sportverenigingen die stonden meteen op de achterste pootjes, zeg maar. Nee, klopt. Alleen het is zo dat deze locatie als enige locatie goed geschikt, centraal gelegen, openbaar vervoer en ventilatie eruit kwam. We hadden dus ook geen keus. Willen we een priklocatie, dan is het dit. Dus de communicatie is naar iedereen tegelijkertijd gegaan. Naar de raad, naar de buitenwereld als persbericht, naar de bewoners die hier omheen wonen en naar de sportsclubs. Dus iedereen is tegelijkertijd geïnformeerd. Maar ik neem aan dat die sportclubs toch om een oplossing vragen van als ze weer mogen, waar gaan we naartoe? Het klopt en het als ze weer mogen is natuurlijk het heikele punt. Maar waar gaan ze naartoe? We hebben gelukkig meerdere locaties. We zijn met alle sportverenigingen in gesprek. Er zijn ook sportverenigingen die gelijk zelf de telefoon hebben gepakt en dachten, hey, dat gaat me niet gebeuren, ik zoek een andere locatie. Die hebben het zelf al geregeld. En de grotere sportclub zijn we mee in gesprek op een andere locatie, ergens in de Krimpender Waard. Dus kortom, er komt een oplossing voor. Er komt zeker een oplossing voor en ze kunnen zeker sporten. Wellicht zal er gereisd moeten worden. Maar dat is denk ik het offer wat we allemaal bereid zijn te maken om te zorgen dat onze inwoners zo snel mogelijk met z'n allen gevaccineerd worden en we onze vrijheid terugkrijgen. Als ik hier naar de locatie kijk, we kijken hier rond, dan zeg ik, het is al een heel eind af. Wat is jouw mening daarover? Dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat het deze week helemaal klaar is, dat de priklocatie volledig klaar is, dat op het moment dat er vaccins komen, personeel staat ook in de startblokken, dat we gelijk kunnen beginnen. Ziet de buitenwacht daar ook nog wat van? Want ik kan me zomaar voorstellen dat er allerlei borden in de straten komen van priklocatie daar en daar. Sla ik dan de plank mis? Hey, zoals altijd, zoals ook in Gouda, op iedere andere locatie waar het nu is, komen er onmiddellijk bebording komt erbij. Er komen ook verkeersregelaars bij om het verkeer de goede kant op te leiden. Dus dat wordt allemaal geregeld en alles wordt inderdaad, maar staat in de startblokken. Dus zo gauw we groen licht krijgen, zo gauw we vaccins krijgen, gaan alle borden de stoep in en dan wordt alles in gereedheid gebracht. Als het helemaal werkt, hoe communiceren jullie dan verder? Want ik neem aan dat je de bevolking op de hoogte houdt. Hebben jullie daar een plan voor?
Dat is de GGD die onmiddellijk gaat communiceren. Die staat helemaal klaar. Ook dat staat allemaal in de startblokken. En ook daar is het wachten op. Krijgen we het groen licht van de overheid dat we die vaccins geleverd zijn? Gaat alle communicatie onmiddellijk naar buiten. En dan gaat ook de GGD gelijk aan de bak gaan. Wij mee als gemeente, als ondersteuning om te zorgen dat iedereen het weet dat dit het wordt. Is er een laatste vraag. Is er een grote verantwoording nog voor de gemeente of neemt dat de GGD helemaal over? De GGD is verantwoordelijk voor de hele locatie, voor het hele proces, eigenlijk voor alles. Wij zijn faciliterend en ondersteunend aan de GGD.